Ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi hoe jij erover praat. Dat jij gewoon hier continu bezig bent om het maar beter te maken. Terwijl ik, ja, ik zie gewoon een spuit. Ja. Ik zie er gewoon niks aan. Ik denk alleen maar gewoon zoveel mogelijk... Een beetje water over het land. Oké, spuiten en formeel productie. En ja, dat moet toch wel, dat moet toch wel frustrerend zijn. Want als ik daar op mijn racefietsje langs fiets, dan denk ik, oh, daar heb je er eentje. Ja. En dat jij de andere kant stikken daar betrekken. Ben je met dit, allemaal met dit soort dingen bezig? Dat zie ik niet. Ik ben niet alleen met betrekken mee bezig. Met 24 uur per dag ben je als boer daarmee bezig. Ja. Wij moeten voldoen aan driftreductie. Ja. En dat kun je op twee manieren doen. Door de doppen. Ja. En die staan dan voor ons een samengestelde lijst en een DRD-lijst. Ja. Dat is driftreductie doppen. Ja. Nou, daar heb je doppen en die kunnen dan 1,75% reduceren en allemaal 90 en 95. Ja. En je hebt DRT, dat zijn technieken. Nou, dat is dit dus ook een van. En het water gaat door die magneten heen. En water is positief en negatief geladen. Ja. En die magneten die trekken eigenlijk dat uit elkaar, de plus en de min. En als je weet dat de grond en een gewas ook positief en negatief geladen is... Dat weet ik niet. Maar dat is zo. Ja. Dan trekt dat elkaar aan. Ja. Dus dat kun je ook heel duidelijk zien als ik aan het spuiten ben. Dan heb je een hele strakke, uit die dopjes komt dan een kegeltje, noem je dat. Ja. Harde cijfers. We gaan harde cijfers zien. 75% driftreductie in de zetmeelaardappel teelt. 25 jaar aardappels heb ik. 3 jaar lang heb je dit systeem terugverdiend. Dit is niet echt heel tastbaar. Kijk, als je hier staat, dan kan je niet zien van, ik zie niks aan. Er zit beter van. Want hier zit maar hier zit een beetje ijzer bij je op, er zit maar magneten op. Je kunt ze niet eens zien. Als ik de eerste keer in de suikerbieten ga vijf, dan zijn bietjes nog maar heel klein. 2 blad, 4 blad stadium. En ik zou het advies van mijn spuitmiddelenleverancier opvolgen. Ja. Dan spuit ik met dit systeem, spuit ik de bietjes kapot. Okay. Dat betekent dus dat hij veel meer middel op de plek brengt. Ja. Ook bij het bietje. Ja. Dus daar spuit ik de eerste 2 keer spuit ik met een halve dosering. Denk je, nou, deze regel, dit hebben ze wel bedacht, maar ik had zo'n plan met... om samen te werken met een koeienboer, kringlooplandbouw, wil die al lang. Maar door regels werd het eigenlijk gewoon tegengehouden. Ja, wordt het gewoon moeilijk. Ja. Ja. Maar onbegrip, onwetendheid, of wat is het dan? Onwetendheid, het is in principe... Wat is dan de oplossing? Wat is dan de oplossing? Ja, wat is de oplossing? Meer begrip voor de landbouw. Maar er zijn regeltjes die achter een bureau bedacht worden. Ja. Maar dit werkt wel. Dit werkt wel. Dit werkt zeker weten? 100%. Nou, godverdomme, mooi man. Ga naar huis.